Ja, ik denk uh, als sportman of sportvrouw moet je altijd uh, elke wedstrijd aanvatten om te winnen. En dat hebben we dan ook uh ook Ik denk dat elke overwinning even belangrijk moet zijn. Zeer gemotiveerd. Ja, we hadden alleen maar iets te verliezen. Maar ze zijn hier al één keer in het jaar komen winnen en dat is één keer te veel. En Iedereen was er gewoon klaar voor. En om die twee matchen gewoon te winnen. Ze konden niet meer boven ons komen, ook al wonnen ze. Maar wij gingen er gewoon voor. Ja, we begingen eigenlijk niet zo goed aan de wedstrijd. Een slecht kwartier, waarin we dan afgestraft worden op individuele fouten. En dan staat het 3-4-0 heel snel. Um, en dan weet je dat de wedstrijd eigenlijk gespeeld is. Nu, oké, okay, daarna knokken we ons wel in de wedstrijd, dan beginnen we zelfs een beetje te voetballen. Eerste helft creëren we daar wel niet echt kansen uit, of toch zeker geen grote kansen. Um, tweede helft hebben we met de rust eigenlijk koppenwapen bij elkaar gestoken en gezegd, oké, okay, we gaan hier veel meer risico uh, nemen om te proberen een aansluitingstreffer te maken, om toch nog iets te hebben om ons aan vast te houden, om zelfs misschien het seizoen te vieren hoe gek dat ook klinkt misschien, uh, maar oké, okay, dat is dan niet gelukt. We hebben dat risico wel genomen en ik denk dat we dan wel een aantal kansjes hebben gecreëerd. Maar als je risico neemt, weet je dat je ook kan afgestraft worden en dat is wat er gebeurd is uh, op het einde van de wedstrijd. Ja, we waren kort bij play-offen en uh, ook kort bij de bekerfinale en we grijpen er net naast twee maal. Dus dat is, dat is jammer in dat opzicht, maar ik denk uh, dat er wel stappen gezet zijn naar de toekomst toe en, uh, en dat dat. In, op dat vlak goed was. Uh, ik mocht uh, een helft invallen en ja, ik vond dat wel fijn, maar dat was wel zwaar voor mij, want ik speel normaal in eerste provinciale, dus dat was een heel niveauverschil.